Dus de bobbelbanen vragen wel enige tijd om het op te zetten, maar het voordeel ervan is dat je eigenlijk een volledige dag met deze bobbelbaan kan gaan werken, omdat de leerlingen juist op hun eigen niveau eigenlijk de toestellen gaan overschrijden. Dus dat wil zeggen dat je zowel een eerste kleuter als een derde kleuter op dezelfde bobbelbaan kan laten werken, maar met enige kleine aanpassingen of gewoon wat meer uitdaging bij de leerlingen te leggen, dus meer als coach ook weer op te treden, kan je ervoor zorgen dat je eigenlijk een hele dag met dezelfde bobbelbaan kan gaan werken. De voorwaarden voor een goede bobbelbaan zijn dat je enige ruimte en enig materiaal nodig hebt. Maar het is niet zo dat een kleine ruimte of weinig materiaal een beperking hoeft te zijn. Maar als je goed nadenkt over wat het doel is dat je met je leerlingen wil gaan bereiken en welke leerlijn je aanspreekt, dan kan je eigenlijk een bobbelbaan overal kwijt. Dus bij een goede bobbelbaan gaan we eigenlijk het mogelijk maken om in te halen. Dus we geven de kinderen ook mee dat ze mogen inhalen. En dat doen we eigenlijk via bypasses, dus vluchtwegen, waardoor het mogelijk is om een andere leerling voorbij te steken. Een goede bobbelbaan spreidt zich uit over de hele lengte van een zaal, waardoor dat we minstens 6 tot 8 kinderen kwijt kunnen in dergelijke bobbelbaan. En een goede bobbelbaan bestaat ook uit een slim keerpunt. Een slim keerpunt bevindt zich aan het start- en het eindpunt van 1 lengte in de bobbelbaan. En is ervoor zodanig opgesteld dat kinderen eigenlijk het tempo gaan laten dalen, rustig kunnen keren om nadien weer de bobbelbaan te hernemen. Het lijkt misschien raar, maar wij laten de kinderen hier dus niet om de beurt starten. De kinderen komen in de bobbelbaan of in een ander vak en mogen onmiddellijk beginnen. Omdat de ervaring ons leert dat wanneer kinderen moeten wachten, dit bijna de helft van de tijd kost waarin ze niet maximaal aan het bewegen zijn. Dus we zijn grote voorstanders om onze bewegingslessen zo efficiënt mogelijk te gaan inrichten. Met andere woorden, kinderen een maximale bewegingstijd te geven. Kinderen hoeven daarboven niets te doen wat ze niet durven. Om de veiligheid te garanderen vragen we de leerlingen eigenlijk elkaar niet aan te raken. Vooral bij het inhalen is dat zeer belangrijk. Als leerkracht, als je je rol als coach ook goed vervult, dan is die veiligheid ook zeker gegarandeerd. De bobbelbaan biedt enorme voordelen, ook voor de leerkracht. Door het feit dat jij als leerkracht hier de rol gaat gaan vervullen als coach, betekent het dat je letterlijk afstand gaat nemen, niet constant klassikale instructie geeft en gaat gaan kijken naar de leerlingen. Je kijkt heel gericht naar de kinderen om hen nadien differentiatiemogelijkheden te gaan aanbieden, zodanig je zeker bent dat kinderen echt op hun niveau aan het bewegen zijn. En wij hopen stap voor stap Vlaanderen te overtuigen van deze visie op hedendaags bewegingsonderwijs, met in elke les een bobbelbaan. Thank you.